Nou, wat je hier ziet, is dat je de kinderen ziet helpen met de planken en materiaal die we vanuit Ambon naar Roek hebben gebracht. In september 2019 vond er een aardbeving op de Molukken plaats. De Molukse gemeenschap in Elst organiseerde een geldinzamelingsactie. Met hulp van gemeente Overbetuwe en lokale kerken is er een bedrag opgehaald. Ook lokale politieke partijen hielpen mee. Goed om te zien dat raadsleden toch nog zelf op een manier dan geld proberen in te zamelen. Estelle Manusiwa, voorzitter Stichting Maluku Elst, ging samen met Ambonwena Aratuaman van Tifa Magazine naar de getroffen dorpen toe om het geld daar goed te besteden. Ik werk eigenlijk al jaren met om August Pelau. Hij is van Molukse Wijkraad Elst. En we kwamen eigenlijk in een gesprek en ja, toen hij vertelde van de donaties heb ik ook mezelf eigenlijk wel aangeboden van hey, als ik wat kan doen, dan doe ik dat graag met alle liefde. Tifa Magazine is een Moluks-Nederlands mediabedrijf dat in Nieuwegein is gevestigd. Het platform is bekend op de Molukken en met hun rijke netwerk daar verliep het project snel en soepel. We hebben eigenlijk 3 scholen gerenoveerd dus. Daarvoor hebben we eigenlijk onze netwerk in de Molukken voor gebruik. Lokale winkels hebben wij dus ook inkopen gedaan, zoals hout en alle soorten materiaal die je nodig hebt om een school te renoveren, zeg maar. Met de bevolking zelf van de dorpen hebben wij eigenlijk samen de materiaal van Ambon naar de eilanden gebracht en naar de dorpen. En de mensen hebben ook zelf geholpen om de scholen te renoveren. Van deze onderneming is een korte documentaire gemaakt. En dan is het zover. In Theater De Kik. De vertoning van de documentaire vond daar plaats in Elst tijdens de bijeenkomst die de Molukse Wijkraad daar heeft georganiseerd. En dan is hier dan de documentatie die is gemaakt. Ik zou zeggen, kijkt u, maar geniet u tevens ook van de mooie natuur op de Molukken. Was dit niet gelukt ook? De mensen waren echt blij. De kinderen waren ook blij, zoals jullie zagen. En eigenlijk door dit project hebben wij een NGO opgestart. Dus wij gaan gewoon door met dit. Heel goed. Hoe was het om vanavond de resultaten van de geldinzameling en alle acties te zien? Ja, indrukwekkend en schitterend tegelijk om te zien hoe het was na de aardbeving en de beelden na het repareren van die scholen. Nou, echt, ik was echt verbaasd. Hartverwarmend. Ja, ja. Ja, precies hetzelfde. Ja. Ja. Want ze doen het hartstikke goed. Ja. En vooral voor de scholen daar. Ja, hartverwarmend. Kan niet anders zeggen. Ja. En er was ook een dankwoord aan jullie gericht in de documentaire. Hoe was dat om zo terug te... Ja, dat voelt toch een soort van een beetje ongemakkelijk bijna. Want natuurlijk hebben wij als gemeente bijgedragen, financieel ook, en gesprekken gevoerd over welke projecten zouden jullie kunnen doen samen met de gemeenschap daar. Maar uiteindelijk aan de daadwerkelijke opbouw, ja, dat heeft natuurlijk gewoon de Molukse gemeenschap hier met de mensen op het eiland daar gedaan. Dus het is fijn om te worden bedankt, maar ik denk dat ze zelf het meeste werk hebben gedaan.